opdracht van de leerkring was om iets te maken voor Samen in Ontwikkeling. En zo handzaam en concreet mogelijk. En wij hebben onder andere deze waaier van Bloem ook ontwikkeld. Met de 6 niveaus van de taxonomie van Bloem. We merken dat leerkrachten in hun lessen op bepaalde niveaus lesgeven. En mijn specialisme binnen onderwijsadvies is hoogbegaafdheid. En we merken dat ze dan wel eens op een te laag niveau kinderen aanspreken. Deze bloemwaaier moet leerkrachten helpen om ze juist op alle niveaus vragen te stellen. Waardoor je dus niet altijd andere lessen moet geven. Maar soms in je bestaande instructie al kinderen meer kan uitdagen. En op hun eigen niveau aan kan spreken. Het leuke is als we met die bloemwaaier bezig zijn in de scholen. Dat we merken dat leerkrachten niet alleen merken van die kinderen genieten enorm van die vragen. Maar dat leerkrachten daardoor ook meer zicht krijgen op hoe die kinderen denken. De leerkring is samengesteld uit een aantal mensen uit het werkveld en een aantal mensen uit onderwijsadvies en docenten van de opleiding. Dus een heel gemeneerd gezelschap. Nou ja, de waarde voor de leerkring vind ik vooral dat er meerdere professionals van verschillende hoeken uit bij elkaar geplaatst zijn. Die met elkaar daarin een theoretische basis neerzetten van een onderzoek en vervolgens de vertaalslag maken naar de praktijk. Dus meer kennis, maar ook heel dicht aan de ene kant bij de praktijk zit. En aan de andere kant ook heel dicht bij de opleiding. En dat het daar dan ook een plekje kan krijgen. En dat studenten die nu opgeleid worden, al met de bloem en de 6 denkniveaus in aanraking komen. Ja.